Iemand die het goede deed toen het heel hard nodig was. In het volle besef dat hij gevaar liep. Hij was een echte sociaaldemocraat. En stuk voor stuk zijn dit karaktereigenschappen die in de 21ste eeuw nog net zo belangrijk zijn als in de 20ste eeuw. De eeuw van Herman Hufte. De sterkste schouders dragen de lichtste last. En dat is precies de omgekeerde wereld. De rijkste mensen met de grootste vermogens betalen dus de minste belastingen. Kan u iets vertellen waar deze lezing vanavond over gaat? Ja, het is de lezing naar aanleiding van Herman Hufton, de verzetsheld uit Almelo. Het is fantastisch eervol om die te mogen houden. En ik zal pleiten voor een sterk en sociaal Nederland. En vooral dat sociale Nederland, daar heeft Herman Hufton zijn hele leven eigenlijk aan gewijd. Als dat kan op de kernthema's waar de PvdA op vertrouwd wordt. Op wonen, op fatsoenlijk werk, op fatsoenlijke gezondheidszorg, op leefbaarheid op het platteland. Ja, ik wil dat jongeren weer een betaalbaar huis kunnen krijgen. Dat het minimumloon omhoog gaat en meer aandacht voor de regio. Ik kom zelf uit Groningen, maar ook hier in Almelo. We voelen ons toch vaak niet vertegenwoordigd door Den Haag. Dus ik denk dat dat ook een heel belangrijk element is in de lezing. Herman Hufte. Nou, hij heeft 30 jaar in de gemeenteraad gezeten hier. Behoud je dus vermogen 30 jaar. Maar toen hij stopte in de gemeenteraad was ik 7 jaar. Dus ik heb hem helaas nooit kunnen ontmoeten. Maar ik heb er wel veel over gehoord. En het is heel mooi dat hij met deze lezing wordt geëerd. En ik ben heel vereerd dat ik hem mag houden. Goed, als je praat over de grootste bankoverval die er ooit ter wereld is gepleegd. Dan is dat wel heel bijzonder eigenlijk. Hè? Want we denken dan meteen aan Tokio, aan Parijs, aan Londen, misschien aan Amsterdam. Den Haag. Maar nee, hier in Almelo is die overval gepleegd. Leden niet meer weten wat AJC betekent. Daar geloof ik erg in. Dat was ook de boodschap die ik heb proberen over te brengen. Dat je daar geloofwaardig wereld bent.